Michella Cox en Louisa Jansen, voorheen onafscheidelijk in echte meisjes in de jungle, zaten tijdens de reunie niet naast elkaar, wat vragen opriep over hun vriendschap. Michella onthult nu dat zij zelf de beslissing heeft genomen om niet langer als duo gezien te willen worden. Bij een bezoek van Shonews legt Michella uit dat ze de scheiding bij de productie heeft aangevraagd. Ze verduidelijkt, we kenden elkaar al. Toen we vorig jaar de jungle ingingen, ontstond er automatisch een duo. Daar is een programma uit voortgekomen. Maar daar voelde ik dat ik geen duo ben. Het betekent niet dat er een conflict is ontstaan tussen de twee vriendinnen. Michella benadrukt dat ze geen hekel heeft aan Louisa en haar nog steeds aardig vindt. Echter, werken als duo is voor haar geen optie meer. Een nieuw programma met hun tweetjes is dan ook van de baan. Michella motiveert haar besluit met verwijzing naar het programma Michella en Louisa werken mee, waarin ze dingen deed waar ze achteraf spijt van had. Louisa is heftig, ik ben heftig. Zet twee mensen bij elkaar en het is te veel. Op het gebied van werken durft zij alles en ik niks. Dan ga je je grenzen verleggen en aanpassen aan een persoon, maar ik wil dat niet. Ik wil gewoon mezelf kunnen blijven. De online reunie, waar Louisa emotioneel reageerde op haar vroege eliminatie, heeft blijkbaar geen positieve impact gehad op Michela's beslissing. Ze beschouwt Louisa's aanpak als te heftig en betwijfelt of dit een effectieve strategie is om terug de jungle in te gaan. Louisa Jansen deelde haar gevoelens nadat ze als eerste uit haar team werd gestemd en liet aan shownieuws weten waarom dit haar zo raakte. De dynamiek tussen de twee voormalige vriendinnen lijkt dus aanzienlijk veranderd te zijn na hun jungleavontuur.